Daarom is het ook heel leuk om hier vandaag in Beijen te zijn. Want het is ook niet alleen iets wat een sportweek is, wat landelijk is. Maar ook een sportwens of een buitenfitness, wat ook een wens van bewoners was. En dat maakt het dubbel zo leuk om hier vandaag te zijn. Want uw wens als bewoners, maar ook de wensen vanuit de visie die de gemeente heeft op sport en bewegen. Dat komt hier vandaag heel erg mooi bij elkaar. En ik weet dat u er, ik weet niet wie er allemaal bij was bij het begin, maar u hebt er lang en hard aan gewerkt. Dus ook alle lof voor de inspanning en de vasthoudendheid daarin. Maar toch is het gelukt en heel erg leuk om vandaag te zijn. En het is niet alleen hier een opening. Ik fietste er net al langs. Verderop, 1255 meter staat op mijn papiertje of op mijn telefoon. Maar daar is ook een andere beweegplek. Nou, ik kan u verzekeren, daar werd ook al heel hard gesport. En waren allemaal kinderen heel druk bezig om daar heel veel plezier te hebben. Dat is heel leuk. Afgelopen periode, corona. We hebben allemaal gemerkt hoe we dat gemist hebben. Dat sporten en bewegen, gewoon lekker naar buiten. Ja, we konden wel naar buiten gaan, maar allemaal nou ja, een beetje zo nou ja, langs elkaar heen. Door het park of waar dan ook. Het is ook heel fijn dat er ook plekken in de gemeente zijn waar je lekker kunt sporten en bewegen. En hier is er vandaag dus eentje van die op deze wijze geopend kan worden. En het ligt ook mooi midden in Beijen. Dus voor iedereen ook goed bereikbaar. Ook de andere plek bij de Kardingenberg. Maar ook deze, het ligt hier prachtig. En als je zo om je heen kijkt, ik denk dat u allemaal heel erg, nou ja, hele mooie sportplekken aan uw wijken hebt kunnen toevoegen. En wat ook leuk is dat, want ik ben ook wethouder, naast wethouder sport, ook wethouder zorg en welzijn en ook van natuur. Ik vind het echt heel mooi hoe dat hier allemaal bij elkaar komt. Want zonder in de natuur worden we allemaal vrolijker. Dat groene en dat bewegen, het lokt ook uit om te gaan bewegen. Vanuit zorg en welzijn is het heel goed dat we gewoon überhaupt bewegen, sporten, ieder op zijn eigen manier. Want we zeggen daarbij niet iets moet of iets zal, maar ik doe wat je zelf fijn vindt. Maar beweeg wel, want iedereen wordt daar fitter en vrolijker van. En dat is heel erg goed, ook voor je lichaam en voor je geest. En wat ook heel erg leeft, weet ik hier in Beijen, ik weet niet wie het allemaal nu aanspreekt, maar ouder worden in eigen wijk is ook een thema wat heel erg belangrijk is. Heel veel mensen, weet ik ook al uit eerdere gesprekken, wonen hier al lang, hebben echt een verbinding ook met de wijk. Dus als je dat hier in eigen wijk kan doen, ook nog met een mooie beweegplek, nou, dan kun je dat ook heel mooi met elkaar combineren. Ik weet ook dat er een Old Stars project loopt. Dat klinkt, nou, de oude sterren. Dat is misschien ook één ster in ons midden. Heel erg welkom, Nikist. Leuk om je hier te treffen, maar dat is, geeft ook wel aan hoe belangrijk dat is. En ik denk dat het nog wel in de praktijk straks wordt laten zien wat dat betekent. Maar ook de open gym, hè? Want iedereen mag hier gewoon vrij kunnen komen, trainen, bewegen, meld je ook aan. Wie gaat er eigenlijk over? Bij wie kun je melden als je nu denkt, hé, hey, ik wil, hoe werkt dat? Charlotte. Oh, Charlotte. Ja. Hele belangrijke, de meest belangrijke persoon misschien wel. Want Charlotte gaat, nou als je wat wilt, Charlotte is de key, zeg maar, in dit geval. Hartstikke fijn. Ook een website is er volgens mij, rijk het melden, dus iemand die later nog ziet of hoort. Een website ook heel erg belangrijk. Nou, en ik wil vooral iedereen heel veel sportplezier, beweegplezier, maar ook ontmoetingsplezier. Want dat hoort allemaal bij elkaar. Dus alle lof voor de inwoners die zich daarvoor hebben ingezet. Ook alle mensen uit de gemeente die daaraan mee hebben gewerkt. Voor mij heeft dat wel wat tijd en inzet gekost. Maar als je dan met elkaar nu kijkt waar we voor staan, dan kunnen we heel blij zijn. En bij deze wens ik iedereen, zullen we met z'n allen applaudisseren voor het plezier voor de toekomst. APPLAUS.